jullie bewegen in dat tennisdossier. Jullie maken zelfs, jullie maken zelfs en jullie verslagen. Jullie verslagen van schepenpolitie, liegen jullie. Liegen jullie. En wat heb ik gedaan, meneer de voorzitter? Ik ga je uitleggen waarom dat ik dat zo gezegd heb. Ik kon niet, ik kon niet op Cobra komen, omdat ik op Cobra de verslagen moet krijgen van de gemeenteraad en van de schepenpolitie en de minuten van de schepenpolitie. En ik had die nodig om een vraag te specifieren daarvoor. Ondertussen weet u dat het gaat over het tennisprobleem. En ik heb hier gezeten de zevende. En er is mij dan beloofd geweest. Ik ga bewijzen dat beloofd. En jullie manipuleren de verslag. Jullie verwijzen in... Ja, ja, ik ga bewijzen. Ik heb de papieren bij. Jullie manipuleren de verslag. Jullie zitten punten te bespreken waarin je verwijst naar later verslagen. Bijvoorbeeld op de schepencollege van 28-7. Verwijs je dan om subsidies te geven aan de goede vriend. Punt zoveel van het vorige schepencollege. En wat staat er dan op? Zonder voorwerp. Dat staat zoals het in schrift. Dat staat, en nu ga je hier nog, omdat daarover een vraag zou kunnen stellen. Maar nu zeg je, er mag hier geen vraag gesteld worden. Wat is hier de democratie nog? Jullie boel werkt niet. Het ligt verkeerd. Ik zeg, ik zal daar vragen over stellen. Je gaat nu nog, je hebt hier van alles aan geprobeerd. Je hebt jezelf al geprobeerd, we gaan dan alles beperken. We moeten vroeger nog eens direct vragen staan. Nu is dat 48 uur op voorhand. Je houdt al geen gemeenteraad niet meer. En nu hoort dat zijn dat we geen vragen moeten stellen. Wel, ik ga die vraag stellen. Ik ga die vraag stellen en u kunt voortgaan. Want u bent verantwoordelijk. Want u bent verantwoordelijk. Er wordt hier diefstal getekend. Diefstal getekend, opgelegd, meneer Van der Broeken. Jullie werken daaraan mee. Je werkt eraan mee. Ja, 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 want de ontvanger van de gemeente heeft hier uitgevloeid dat hij 85.000, voor 85.000 euro, 85.000 euro, ik weet dat hier op geen 46 miljoen komt, maar voor mij wel op 85.000, dat hij hier gemeenteraadsleden valse documenten indienen, valse afrekeningen indienen, dat hij daarvan op de hoogte bent. Op 7 maart heb ik dat hier gezegd, op de gemeenteraad heb ik iets, dat is afgenomen geweest. De 8e maart. De 8e maart, daar staat die gemeenteraad, komt er nodig dat diezelfde meneer Van der Broeken voor 85.000 euro ofwel zijn balansen vervalst, ofwel zijn indienen van zijn formulier vervalst. Jullie stellen dat zelf vast, ik heb het hierbij. Woensdag 8 maart, ik heb het bij. Ondertussen stel ik hier de vraag de 7e maart. Waarom geven jullie nog subsidies daaraan? Waarom geven jullie nog subsidies aan die persoon? En dan zegt u, dan je kunt weglopen als juist, ik ga mijn dingen zo overmaken. Ik zeg, ik heb het toegevraagd. En dan kom ik, ja, wij subsidiëren alleen nog de tennistoernooi op het Roosjeberg. Wat ook al niet waar is. Wat niet waar is, in het verslag van 28-7, dat ik pas kan inzien, als ik over Cobra beschik, dan kan ik dat inzien, nee, want ik kan niet alle verslagen af, en jullie sturen ze ook niet op. En dan zie ik dat het daar teruggelopen is. En dan verwijzen jullie, we geven die subsidies op basis van het besluit in het scheepcollege van punt zoveel 28. En dan staat er dan van 7 februari. En dan staat de punten in. Wat staat er dan onder dat punt? Jullie verwijzen met dat besloten om dat te doen zonder voorwerp. Twee keer. Dus jullie bedesselen dat. Je maakt het dat we het niet kunnen zien. Als we het dan toch uitvloeien en we er vraag over staan. Dat zeg je helemaal niet. Want je hebt een regels overtreden, je hebt niet genoeg gespecifieerd. Dat is hier de politiek in die gemeenteraad. Terwijl jullie hier met een gemeenteraadslid zijn, je zal weglopen, en weet waarover het gaat. Ik heb vorige week al gezien dat hij de boel oplegt. Nu is de bewijzen van de boel op te leggen hiervoor. Hiervoor, het is van uw eigen diensten. Het zat eerst bij de toerisme, omdat het te veel kritiek was, verstoken naar de gemeente. Daar is het juist hetzelfde boeltje, want er is gelogen geweest. Dus hij krijgt baatsubsidies voor de toernooi dat hij nog apart heeft. Ik heb die vraag gesteld. Ja, want die komt nu uit de sportpost. Van toerisme heeft de boel bedrogen, bij de gemeente bedrijf de boel krijgt nog. We gaan nu nog van de sport. En er bestaat de wet. Er bestaat de wet. Dat die subsidies moeten teruggegeven worden. Dat is wettelijk. En mijn vraag is, gaan jullie dat doen? Of gaan jullie die boel blijven subsidiëren? En jullie hebben geloven. En ik mag hier al die bewijzen. Natuurlijk mag geen vragen staan. We gaan de rapport. Natuurlijk mag ze niet staan. Hier zit, zonder voorwerp. Volgens het reglement gaan we de rapport.
zonder voorwerpen. En je hoeft niet te antwoorden. Je hoeft zelfs geen antwoord meer te geven. Ik vraag alleen dat je klachtdeelhem tegen je bent. Want een gemeenteraad zit. Een gemeenteraad zit die de boel oprekt. Voor 85.000 euro, dat is het laatste. Hè. Er zijn er al zoveel geweest. Hè. Wat de bescherming hier zit, weet ik niet. Weet ik wel, eigenlijk. En dat gaat, en dat blijft hier maar voortgaan. En jullie zitten te liegen. En jullie maken van punten die besproken zijn op het schepencollege. Jullie vermelden zelfs twee keer zonder voorwerp, omdat wij niet zo kunnen zien dat jullie in de duk, dat zegt ze Westland, zeggen, dat toch toegekend hebben. En als die dan gemeenteraad is, de zevenste, maar kan al geen vraag stellen de volgende maand erop. De nachtste, wist je dat, als gemeenteraad is, de zevenste, want het is uw bediende, het is uw man die de zaak doorgestuurd heeft, de achtste, daar staat er al op van die 85.000. En de zevende zet jullie de lie tegen mij, en de laatste vertrekt je dan een andere niet meer. We waren maanden bij dat schuldig om die oplicht. En die oplicht in de pijn. Zijn we dat dan een keer? En daarover gaat mijn vraag. Meneer de Dekker, ik zou niet aan op de grond van de zaak, maar u weet veel beter. Dat zou wel niet. U weet veel beter dan ik dat de zaak aanhangig is voor de rechtbank. Nee, dat is een andere zaak. Nee, dat gaat over die zaak. Nee. En dat de uitspraak is binnen enkele weken. Dat is een andere zaak. En ik heb u gezegd, we gaan de uitspraak daarover, wat betreft de toernooien georganiseerd binnen de DZP toerisme. Dan gaan die uitspraak daar. Nee, dat is een andere zaak. Er zijn ondertussen twee zaken erbij. Dus de sportinstituut hier van de zitting. En jullie, ja, zo zit ik. Ja, misschien wat iets aan voorzitter. Loop jullie maar weg. Meneer de voorzitter, ik zal toch iets verzetten. U pest ons en ik houd u daar verantwoordelijk voor en ik ga van delen dat u zich dat zo verantwoordelijk. Dat zijn pure, ik denk dat heel deze gemeente dat zeer constructief verlopen is. Ja. Ik heb echt mijn best gedaan om dat te doen. Hetzelfde bijvoorbeeld over dat druk van de toosje van mij. Ik denk dat die Van dat over. Oplettend. U vraagt hoe nog u krijgt. Schrijf er maar op, hè.